basta. Welkom in het Valkhofpark in Nijmegen. Tientallen theatermakers hebben hier hun tenten opgeslagen om voorstellingen te geven. Grote, kleine, hele vrolijke, hele serieuze. En eigenlijk is het net een kermis hier, toch? Ja, kijk, hartstikke vrolijk. Je kunt namelijk kaartjes kopen voor de voorstelling waar je zin in hebt. En dat ga ik ook doen. Ik ga lekker een beetje rondwandelen. Welkom bij de Valkhof Theater Evening. Sueño cuando era pequeño, sin preocupación. Nou, volgens mij zit het prima, toch? Wil je nog een douche of niet? Doe maar. Klein beetje zo, ja, een beetje de wangen, een beetje zo. Nou, je ziet er prachtig uit. Ik heb er nooit zo goed uitgezien. Licht hysterisch met je groene haar, maar wat ga je doen? Ik ga voorstelling spelen, maar liefst 7 keer en dat heet De Grote Relatieshow. Oh, ik ben nu net zelf vrijgezel. Wat kan ik leren hier binnen? Nou, je kan sowieso leren hoe je goed voor de dag komt op jouw eerste date, hè, nu je weer op de single markt bent. Ja. Dat kan je leren. En ik denk dat je meegaat op een soort emotionele rollercoaster over hoe het is om single te zijn of juist in een relatie zitten. Dus daar kan je wat van leren. We gaan heel erg van buiten naar binnen in de voorstelling. Dus we beginnen inderdaad met glitterjurkjes, turquoise haar, de grote relatie, show, dat gevoel. Show. En uiteindelijk eindigen we heel kwetsbaar. En dat zijn natuurlijk onze persoonlijke verhalen van de acteurs. Ik woonde net op kamers in Overvecht in Utrecht en was net jarig geweest. 24. Mijn huisgenoot Marloes ging op kamers wonen met haar vriend. En dat leek ons een goed moment om aan de drank te gaan. Ik ga denk ik ook al over dat ik denk dat heel veel mensen van mijn leven, maar überhaupt denk ik, bang zijn om echt zichzelf te zijn. En dat je dan op internet zo'n heel mooi beeld van jezelf schept met goede foto's en dan leuk toetje wel. Een beetje context voor mensen thuis. Ik ben transgender, 26 en ik heb nog nooit een relatie gehad. En dat vind ik best wel moeilijk. Ik wil dat mijn moeder trots op mij kan zijn omdat ze oma wordt. En ik wil gewoon huisje, boompje, beestje en een reis naar Zuid-Afrika met mijn lief. En dat is er niet en dat vind ik moeilijk. En dat raakt soms mensen wel. Mensen zeggen gewoon, joh, ik wist helemaal niet dat zo leeft of dat je dat moeilijk vond. Ik wil kunnen vertellen hoe die klinkt als die snurkt, wat zijn nukken zijn, hoe fucking irritant die wel niet is, hoe leuk die is als hij soms heel lief doet, hoe die allerlei gekkige dingen voor mij opzij zet om er te zijn bij mijn eerste voorstelling op een of ander festival in Nijmegen. Ik wil het ook. Ik wil niet dat mensen tegen mij zeggen dat het wel een keertje goed komt. Daarom heet die voorstelling De Grote Relatieshow. Omdat mijn leven soms een beetje voelt alsof ik alsof er een wereld is die ik niet begrijp. Waar iedereen een inside joke over heeft. Waar iedereen kan zeggen, oh, het is zo fijn om naast hem wakker te worden. En oh, we zijn ik en insert name hebben dit gedaan, dat gedaan. En hij ruikt zo lekker. En het enige wat ik daarover kan zeggen is, goh, ik was laatst dronken, wat heb ik iemand gezoend. En daarom wil je er iets over zeggen. En daarom heb je er lastig mee. En daarom maak je er misschien een forsing over. Ik denk wel dat als persoon, zeg maar, als ik ergens mee zit, dat een manier is om er in ieder geval iets over te zeggen. Ik twijfel aan alles en ik verlies me in dingen die voorbij komen. 13 maanden blowen, 5 maanden bier, 2 maanden onstuimige seks via gay.nl, 12 maanden Youth for Christ, opleiding PABO 9 maanden, verpleegkunde 11 maanden, managementassistent 2 maanden. Ik ben er allemaal mee gestopt. En wat hou ik wel vol? 66 maanden huwelijk en 52 maanden vader. Wanneer ben je eigenlijk tevreden? Ik ben nu al wel tevreden, heel tevreden. Ik heb gisteren een hele goede dag gedraaid. Vandaag is het lekker weer. En het is hartstikke druk om me heen, dus daar heb ik ook zin in. En ik vind het heel sympathiek dat Nijmegen zo'n theaterfestival als dit. Hè. Ik bedoel, in de grote steden heb je de parade of in de Bosse Boulevard. En ik vind het heel sympathiek dat we dat in Nijmegen doen. Dat je in je eigen stad naar 40 verschillende voorstellingen kan. Dus dat vind ik op zich al heel lekker. Ik ben wel heel blij dat we op deze manier mooie verhalen weten te vertellen. Wat trekt jou naar dit festival? De gezelligheid, de sfeer. Mensen kijken, ook heel erg leuk. Het is ook op leuke locaties, dus kleine of tentjes of in een caravan. Dus de locaties zijn ook erg leuk. We hebben toevallig een familieweekend hier om de hoek. Ja. Dus wij dachten op de zaterdagmiddag, we gaan heel eventjes het festival bezoeken. Mijn dochter, die treedt hier op. Uw dochter treedt op? Ja. En wat doet ze? Ze danst. We zijn een weekend hier in de buurt op vakantie, dus we wilden kijken wat er voor de kinderen te doen is. Leven het Nijl waard, wat een schitterend weer. De kleine lelen. Waar gaat u naartoe? Naar Rutenooi. Maar ik denk niet als ik hier blijf. Het is heerlijk weer
En ik zie dat hier een fantastisch festivalterrein is. Dus dat gaan we ontdekken. Maar waarom gaat u daar naartoe? Oh, ik heb gelezen dat hij een paar mensen gek heeft gemaakt. En dan bent u wel bereid toe om daarin mee te gaan? Oh, nee, mij kan hij niet gek maken, maar ik vind het wel leuk als mensen. Niemand kan u gek maken? Ja, natuurlijk wel. Jullie maken me nu al gek. Veel plezier. Bedankt. Zijn kont in de naam. De Valkhof Theater Avenue, wat is dat nou eigenlijk? De Valkhof Theater Avenue is een theatrale kermis. Dus je moet het zo zien, er staan een heleboel tentjes en er zijn een heleboel plekken waar artiesten hun voorstelling brengen. Dus dat is dans, cabaret, kleinkunst, voor kinderen, voor volwassenen, het is ook literatuur. Het is heel erg breed. Dus eigenlijk is er voor iedereen wel wat te beleven binnen deze formule. Mensen kunnen ook nog lekker eten, lekker drinken. We werken samen met het Food Truck Festival, over koken gesproken. En er is dus een variatie, een kleine variatie, want we kijken natuurlijk naar hoeveel plek er is. Het theater is het belangrijkste. Maar we willen de inwendige mensen ook nog wel wat bieden. Dus we kijken wat is er in Nijmegen zelf, wat is het aanbod aan lekker eten. En dat verwerken we dan in deze avenue. Wat is nu echt een lekker Nijmegen snackje wat ik hier kan halen? Een lekker, nou dat is meer een Syrisch snackje nu. Dat staat daar precies achter je. Dat is een project met vluchtelingen en die hebben echt een super lekker eten. Waar ben je echt trots op dit jaar? Trots op dat er toch een heleboel artiesten zijn die het leuk vinden om dit avontuur aan te gaan. En die het belangrijk vinden ook om zich te laten zien en om ook nieuw materiaal te testen. En dat het gewoon gezellig is. Weet je. Wat kunnen mensen nou eigenlijk verwachten als ze hier komen? Nou, als ze binnenkomen dan worden de bezoekers verrast door artiesten die parade maken en die hun voorstellingen aanprijzen. Heb je nog zin in een leuke stand-up comedy voorstelling? Nee, dank u. Leukste voorstelling van het festival. Winnaar van het Groningen Cabaret Festival. Tweede prijs Leids Cabaret Festival. Dus die mensen proberen binnen te lokken in hun tentje naar hun voorstelling. En dat maakt het eigenlijk heel uniek dat er zoveel verschillende artiesten rondlopen. En dat de mensen een keuze maken op grond van een artiest die hun aanspreekt. Of die ze misschien nog helemaal niet kennen. Ja, dat ook zeker. Dat maakt het ook uniek. Dat, dat mensen kennis maken met nieuwe vormen van theater. En misschien iets zien wat ze al kennen. Maar daarnaast toch iets meepakken wat voor hun onbekend is. Er is een maas bij Jomanese. Ha pintato il mio rostro una sonrisa al vuoverciare. Somos cuerpo y alma, par de gotas de agua tú y yo, más que We spelen samen een voorstelling over mijn verjaardag voor de allerjongste kinderen. Wat ze kunnen verwachten is een hele grappige, vrolijke voorstelling. En voor iedereen die houdt van jarig zijn en feestjes vieren is het denk ik een superleuke voorstelling. Ik ben de prinses Croissance en die meneer daar is onze grootmeester. Ik ben de grootmeester. Ik help de prinses met allerlei klusjes in het paleis. En de prinses is jarig en ik ben eigenlijk hartstikke jaloers op de prinses. Ik word de nieuwe koningin. Dit is de beste dag ooit. Ik ga meteen mijn vrienden.
vriendinnen bellen? Het is een simpel verhaaltje. Waar je op moet letten is dat je niet alleen maar tekst, dat niet alleen maar tekst dan in de voorstelling zit, maar dat je ook muziek en wat beeld gebruikt. Ze mogen ook een beetje meedoen met de voorstelling en je merkt dat kinderen dat heel erg leuk vinden. Dat ze dan een brief aan de grootmeester mogen geven, dat soort kleine dingen. En we gaan natuurlijk niet verklappen dat er een teddybeer in zit, hè? Yes. Ja, er zijn ook bepaalde dingen die je in een voorstelling kan doen, die je misschien in het dagelijks leven, nou misschien, die je beter in het dagelijks leven misschien niet kan doen. Ik word er helemaal gelukkig van, ja. Het gebeurt wel eens dat kinderen gaan huilen. En niet per se als het eng is, maar soms, wat we vorig jaar speelden weer ook. En dan was er echt een behoorlijk lachmoment, waarbij alle kinderen heel hard gingen lachen. En waardoor juist die nog jongere kinderen, die begonnen al heel hard te huilen van de schrik. En dan is het soms wel spittig om door te moeten spelen wanneer de eentje gaat huilen. En dat je een ouder ziet van, zal ik nu het kindje uit de tent nemen? Of blijf proberen we het nog? En terwijl, ja, ondertussen moet je wel doorspelen. Kinderen zijn heel eerlijk, als ze het eng vinden willen ze gewoon eruit. Als zij aardig is, denkt ze dat de hele wereld om haar draait. Iedereen is enthousiast, dus ja. Maar ik moet bijna op, dus de muziek houdt bijna op en dan ga ik meteen weg. Ja. Nee, je hebt nog even. Ik heb nog even. Nee, maar het is hartstikke leuk. Ja, leuke groep kinderen. Het is altijd lastig als je voor hele kleine kinderen speelt. Of als ze heel weinig zijn. We hadden gisteren ook een heel klein jongetje van een jaar of 2, 3, die ook na de voorstelling achter ons aan bleef lopen. En ook toen we voor de keer daarna weer gingen spelen, nog steeds in de tent zat te kijken. Echt heel schattig. Ja, dat zijn wel dingen waar je het inderdaad voor doet. Doei. Dat is je Mi sono innamorato di Marina, il coro mi batte da mille all'ora. Quando le dissi che la volevi amare, mi diede un bacio e l'amore sfoggiò. My name is Federico. Federico. Romeo. Gianluca. Oh. Yeah, we are the Italian. You know, it's nice to see people smile. We would like to see that more often. When you dance down the street with a crowd at your feet, you're in love. Well, we like to bring the sun to places where people are, you know, sad. No, people are not sad, but people could be happier, you know? And Italy is very well, and we want to show Italy here. And we also like Dutch women, yes? Yes. Lekker kontje! Lekker kontje! But we also want to touch people with our music. Mm-hmm. Marina, 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 ti voglio più presto sposare. In Napoli, we are free. There is no king. No. There is no president. No. There is no mayor, there is no one to tell us what to do. No. Except for one king, and his name is love. Amor. Amor. Amor tells us that when a boy meets a girl... Of a boy meets a boy. Mm-hmm. Yes, of course. This is what they sing. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've ever too much vino, that's amore, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella, Vita Bella, Vita Bella. That's amore, that's amore. Thank you. Mij maken we dat. Grazie mille. Grazie mille, ciao. Nou, zoals u ziet, het waait lekker, maar de zon schijnt, dus dat komt helemaal goed. Kom lekker kijken, gelijk onze tent in, hoppakee, kaartje kopen, klaar ben je. Ellie, jij bent van het fotohuisje. Klopt. Wat kun je in het fotohuisje? Je kan op de foto. Je kan gezellig met een groep mensen, kan je samen op de foto gaan, lekker verkleed en gek. Vooral gek. Vooral gek. Iedereen die kan wat pakken wat hij leuk vindt. En je mag ook meerdere spullen mag je pakken. En tussendoor kan je rennen, bordjes pakken, wisselen. En ja, je hebt alle tijd van de wereld. 5 seconden. Is het gelukt? Ik hoop het als het gelukt is, maar ik blijf normaal niet plakken. Er zijn er meer. Wat was het thema? Het thema, zij zijn 12,5 jaar getrouwd. Ja. Dat is ons thema. Sorry. Dat is een bruiloft.
Leuk. Maar ben je tevreden over het resultaat? Ja hoor. Ja, ah, het is leuk om te doen. Dit is je paleisje, hè, waar jij gaat spelen. Ja, klopt. Wat ga je spelen? Ik speel, ik speel een vrouw die in de war is. En die, die twijfelt over of ze goed handelt. En of ze de dingen die ze ziet en observeert, of dat juist is. Ze lacht, glimlachen. Dat doet zij ook. Hoe gaat het? Ze vraagt hoe het gaat. Geen idee. Geen idee. Ik heb geen idee. Een heerlijke rol. Ja, is een heerlijke rol. Het is wel een vrouw die op zichzelf twijfelt, maar ook heel erg ageert tegen zakenmannetjes bijvoorbeeld. En tegen dikke vrouwen. En daar heeft ze dan wat, daar vindt ze dan wat van. Dat doet ze op een hele integere manier eigenlijk. Ik steek geen band lek, ik gluur niet, ik ga niet stiekem vreemd. Ik was netjes mijn handen na het plassen, ik hang mijn jas op. Ik hang gewoon mijn jas op. Ah, daar is ze. Oh, dat is mijn vriendin. Dat is mijn beste vriendin. Ze lacht, glimlachen. Dat doet zij ook. Ik vind het een heel bevrijdend personage, ja, dat ik het ook heel erg benijd. Ja, ik moet heel erg om haar lachen ook. Dat ik denk, hoezo eigenlijk in de maat lopen? Hoezo eigenlijk binnen de lijntjes kleuren? En maar niet vanuit een rebelse gedachte. Zij is heel aanraakbaar in die zin ook. Snap je? Ik bedoel, dus ergens, als je afwijkt van de menigte, dan moet je ook accepteren dat je eenzaamheid gaat voelen. En dat gaat ze ook aan met zichzelf. En dat bewonder ik wel, ja. Wie is dat mens? Wie is dat mens tegen wie ik niet durf te zeggen wat ik denk? Bang dat ze me voor gek verklaart, voor verrader. Al die tijd mezelf anders voorgedaan. Niet willen laten zien wie ik echt ben. Maar wie? Wie ben ik dan? Zeg me dan wie ik ben. Wie ben ik? Je speel je op een festival, maar hoe krijg je je publiek binnen? Want ja, mensen hebben heel veel keus. Ja, dat is altijd wel een vak apart, denk ik. Maar sta je hiervoor en loop je met flyers rond? Nou, schreeuw je, ik schuif wat ga je doen? Eigenlijk gewoon aan en zeg... Het is een voorstelling over gekke mensen. En ik zag jou zitten, dus ik dacht, nou, die ik schuif even aan. En de zaal zit altijd vol? Ja, het gaat wel goed. Nou, dit is een heel... Nou ja, de zaal, die past er 25 mensen in. Dat krijg je wel vol. Ja, dat gaat wel goed. Hè? Kom op, neem er dan! Kleren uit en seksen, dansen, draaien, dansen. Laten we wat gaan eten. En wat betekent het applaus dan na afloop voor jou? Ja, dat applaus vind ik ook... Dat is heel moeilijk, want het is heel dubbel. Ergens wil ik... Gaat het niet om mij, begrijp je? Ik vertel een verhaal en ik gebruik mijn lichaam en mijn stem en ik als medium om iets over te dragen. En ik hoop dat zo egoloos mogelijk kan. Maar dat lukt eigenlijk niet altijd. Want een applaus ontvangen is... Dat doet wel heel erg. Dat vlijt me ook. Inchecken. U kunt de tickets verkopen bij de piloot of bij de eigenaar. Wij gaan vandaag viermaal een korte vlucht maken naar Torremolinos. Waarom Torremolinos? Waarom? Omdat daar eigenlijk de zon eigenlijk altijd schijnt. De mensen zijn altijd vrolijk. En ik moest een bestemming hebben die binnen een half uur te bereiken was, zeg maar. Hallo. Wilt u op vakantie? Ja, graag. Dan kunt u met ons meevliegen met Droes Air. Dat treft. We vliegen naar Torremolinos. Oh, leuk. Ja, dat dacht ik. Ja. We zijn binnen een half uur weer heen en terug. Half uurtje? Ja, we vinden het mee. Leuk, hè? Moet het wel heel hard waaien. Het waait heel hard en we hebben een fantastische piloot. Het wordt denk ik wel een pittige vlucht, want we verwachten wel enige turbulentie. Maar ja, we hebben toch wel wind mee, dus we verwachten ongeveer... We vertrekken 6:30, wachten om 7:00 op Torremolinos aan te komen. De ervaring van je leven. Nou, ja. Die stewardessen, die vroegen of wij mee met een last minute beelden naar Torremolinos. En toen zei u? Ja, natuurlijk. Een ticket naar Torremolinos kost €5. En dat betekent dat dan zitten er allerlei luxe dingen, zoals veiligheid zitten daar niet bij in.
Maar dat mag de pret niet drukken? Dat mag de pret zeker niet drukken, want er is wel entertainment aan boord. Welkom aan boord bij Droezeer, het enige vliegtuig met online, onboard, live entertainment. Una paloma blanca. We spelen voornamelijk hits van onze eigen cd, Recht uit het Hart, te koop in de Betere Kringloopzaken van Gelderland. En dan een aantal nummers van bekende bevriende collega's. Ik noem Nelson Mandela, George Baker, dat werk. Er is voor mij geen berg te hoog, geen rivier te woest of breed. Geen woestijn is mij te droog. Ja, je moet wat, hè, met mijn carrière. Ik ben al 10 jaar alle kermissen en braderieën van Nederland af aan het trekken met mijn shows. En ik dacht, ik koop een vliegtuig en ik ga mensen gewoon op grote hoogte amuseren en meenemen in mijn gevoelsleven, want dat is heel rijk. Vele vijanden bezweren, niets of niemand krijgt mij klein. Niets kan mij beletten, geen fort kan mij weerstaan. Nou, uiteindelijk overwint de liefde en de vriendschap. Dat is de moraal van het verhaal. Een hele positieve vlucht. Het is een hele positieve vlucht. Mensen komen over het algemeen ook uitgerust aan op de plek van bestemming. En jij zelf? Ik ook. Ik leef hier wel door op, moet ik zeggen. Het is een soort therapie eigenlijk. Dus laat de zon in je haar. Schijn toch voor iedereen. Geniet van het leven. Want het duurt toch maar even. Ja, uit het hart, hè? Ja, ik vond het mooi. I spent the summer on you, our troubles all on the rocks. Our troubles all on the rocks. Het is belangrijk dat je eerst van tevoren gaat marineren. Als kan 24 uur van tevoren. En de juiste ingrediënten gebruiken. En goed bakken. Wij zijn begonnen met vluchtelingen samen te werken die bij ons hier veel in een kamp zaten. En we hebben die mensen een gelegenheid gegeven om de Nederlandse arbeidsmarkt te verkennen en een soort bezigheid te geven. En dat is uitgemond tot allerlei Syrische gerechten. En hier hebben we een metsenbox. Dat zijn 9 verschillende hapjes in een kleine kartonnen doos. Waar mensen van kunnen genieten. Het is juist de bedoeling om eten te delen. Dat gebeurt in Syrië heel veel. In de Arabische wereld gebeurt het heel veel. Dan ga je met z'n allen eigenlijk aan tafel. Het is heel goed. Het is echt. Het slaat ook heel erg aan bij het publiek. Het publiek vindt het ook heel leuk dat Syriërs in de maatschappij terechtkomen. Dus op deze manier laat je zien dat vluchtelingen ook iets kunnen betekenen voor ons land eigenlijk. En dat we met elkaar verder kunnen. En dat vind ik een heel mooi idee eigenlijk erachter. Nou, lekkere verse producten, lekkere aioli, lekkere tapenade, lekkere nachos. En je kunt lekker een borrelplankje meenemen. Dus, na de voorstelling zelf? Ja, absoluut. Het enige wat je moet doen is hem terugkomen brengen. Dankjewel. En een half. Dank u. De meeste mensen gaan hiervoor, voor een plank waar echt alles op ligt. Lekkere nachos, de broodjes, de kaasjes, de worstjes. En wat drinken we erbij? Een lekker wijntje of een biertje. When I spent the summer on you. Je naar van het Groningen Cabaret Festival, tweede prijs lijst Cabaret Festival. Als je deze voorstelling niet gezien hebt, dan heb je eigenlijk het festival niet meegemaakt. Ik kom helemaal uit het noorden van Friesland, een heel klein Fries dorpje, Tjibbegriefsterdiekje. Het Tjibbegriefsterdiekje is een beetje zo'n typisch minuscuul Noord-Fries dorpje. Het is echt zo'n dorpje met veel veeteelt, veel groenteteelt, veel in. En ik hoor van iedereen, het is gewoon bronvermelding, dat komt niet van mezelf, is de leukste voorstelling van het festival. Moet je gewoon gezien hebben. Anders zit je thuis en dan denk je, zit je met andere mensen te praten en dan denken die de hele tijd,
Ja. Heb jij dat gezien? Nee, dat heb ik niet gezien. Ja, en dan heb je toch, ben je de risé van je vriendenclub. Kun je pas over een jaar weer. Woordassociatie. Weet niet of iemand dat kent? Dan zegt hij een woord. Hoe snel mogelijk het allereerste woord wat in je opkomt, moet je dan terugzeggen. Dat is wel bekend, hè? Weet je, voorbeeldje. Hij zegt dan bijvoorbeeld... zaklantaar. Seks! Of bomen. Seks! Weet je, en aan de hand van wat ik dan antwoord, schijnt een psychiater te kunnen achterhalen wat voor frustraties ik. Ik zag je goed lachen af en toe. Ja. Yeah. Wat vond je er leuk aan? Ik vond het vooral grappig. Wat dan? En die woordschappen waren ook wel leuk. Heeft u genoten, hè? Ja, ik vond het erg leuk. Ja, ik vond het fantastisch. Ja. Wat was er leuk aan dan? Nou, ik vond hem heel leuk de woorden uitdrukken. Hij had leuke woordspelletjes. Heel leuke woordspellingen. Ja. Iets minder grappig dan ik eigenlijk had gehoopt. Ik vond het wel leuk, maar ik heb niet echt hard moeten lachen, eerlijk gezegd. Hoe kwam dat? Weet ik niet. Misschien omdat thema's niet aansloten bij wat mij nou interesseert. Knap, heel professioneel. Hij heeft ook verschillende prijzen gewonnen, heb ik begrepen. Hè? Het Kamarettenfestival of zo. Ik kan me heel goed voorstellen. Ja. Terecht. Dank u wel. Ik ben van Hipsik, Unusual Theater uit Rotterdam. Het klinkt heel ongewoon. Het is ook een beetje anders dan de rest. Ja, we maken fysiek absurd bewegingstheater. We komen uit de meme, de dans, circus. En we hebben eigenlijk voor ons gevoel een nieuwe, een beetje nieuwe stijl ontwikkeld. Kom maar even mee. Het gaat eigenlijk, ons uitgangspunt was kwetsbaarheid. Een droom die een beetje werkelijkheid wordt. Ik ben de oma, maar ik speel mezelf ook als een jonge dame. En dan ga ik terug naar oma, dus het wisselt. Als je oud bent, ben je de meest kwetsbaar. Je was een waardevolle mens, het duurde de hele leven en dan zit je daar. Dat hoort er allemaal bij. Het is een compleet beeld te gaan creëren. En dat hoort natuurlijk als speciale aankleding bij. Dus inderdaad, mooie jurken. Het is comfortabel, zeker. We hebben het zo gemaakt. We maken fysiek theater, dus het zal comfortabel moeten zijn. We kunnen erin bewegen. Deze materialen halen wij bij de Action vandaan. Dit is wel te verstaan. Zelf wordt je gebruikt bij het verven. En dat gebruikten we in ons voorstelling, gebruiken we in deze voorstelling. Dus we gooien het niet elke keer weg. We zijn bewust van het milieu. Wat we wel voor strijden is om niet populair te zijn of niet gewoon te zijn. Het doel is denk ik wel dat mensen iets voelen, want daarom maak je art. We willen gewoon dat mensen naar buiten lopen verandert een beetje. Voor misschien 5 minuutjes, maar wel een beetje. En ik denk dat het lukt. Niet alleen theater hier, maar ook dans, zoals van de groep Dansstorm Oost uit Arnhem. In hun voorstelling Bloedbroeders gebruiken ze naast de ruimte ook heel bijzondere materialen. Et passant, je passe mon temps à les regarder penser. Leur pas pressé dans leur corps léger. Je me passais, se dévoile dans les pas, sans se soucier. Het leuke is dat je dus beweging kan vergroten en je kan het wordt heel speels. Je kan hierin verstoppen, je kan eruit komen. Soms is het lastig als het net zo onder je voeten ligt dat je je balans wat minder kan houden, omdat de ondervloer niet meer helemaal vlak is.
Dus ja, we zaten te denken, ja, we willen iets waarbij we ook de beweging van een beweging kunnen vergroten. Dus als je een zwaai maakt, dan wordt het eigenlijk nog groter omdat er piepscham achteraan komt. Maar waarom piepscham? We hebben allerlei verschillende materialen ook onderzocht, geloof ik. En dit hebben we gemaakt en dan komen er ook altijd weer allerlei nieuwe ideeën. Dus we willen het eigenlijk ook nog wel een keer doen met bladeren. Ergens in de natuur, in een bos en dan eigenlijk met de materialen die daar zijn. Dus dat zou weer een volgende ding kunnen zijn met deze voorstelling. Ik hoop dat, dat mensen geraakt worden door de sfeer, door de relatie van de dansers. Dus ik hoop dat mensen met een glimlach naar buiten komen en ze hebben wel iets beleefd. Nou, de voorstellingen zijn voorbij. Ik zit hier nog even lekker te genieten zoals u ziet. Volgende week dan verruil ik het vasteland voor het water. Dan ga ik naar de Botterdagen in Elburg. Ook heel leuk. Hoop dat u dan weer kijkt. Fijne avond en proost.